Caroline Maas, goedenavond. Jij bent niet in het theater, je bent wel in het theater, maar niet bij Vapeurs. We zijn vandaag bij Legally Blond. Wat verwacht je? Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb deze namiddag een Vapeur gespeeld. Dus ik sta nog helemaal vol adrenaline. Dus ik hoop dat ze hier ook met heel veel energie te werk gaan. Maar ik denk dat wel. Ik heb die film gezien, ik vind het geweldig. En de Jo, ja, ik weet wat ik daarvan kan verwachten natuurlijk. Jij komt hier inderdaad om te supporteren voor jouw familiecollega, vermoed ik. Wat verwacht je van hem? Wat hoop je dat het wordt vanavond? De Jo die geeft altijd wel een beetje show. Hè. Het zit een beetje in zijn naam. De Jo vol show. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kijk er naar uit en vooral ook om hem eens te zien met haar. Ja, want hij gaat een pruik dragen vanavond. Ja, ik heb al alle foto's gezien. Zeg, over familie gesproken, het zit een beetje scheef in jullie appartement op dit moment. Er is ruzie tussen jullie en jullie huisbewoners. Wel, mijn grootmoeder zei altijd, kindje, het is stil waar het niet waait. En het heeft nog lang geduurd, denk ik, om met zoveel explosieve karakters samen te wonen. Dan botst dat een keer, maar ja, kijk, we zien wel. Hè. Ik denk dat alles misschien ooit wel goed komt, ergens. Ja, het escaleert niet harder dan het nu escaleert. Een beetje drama mag het wel hebben, hè. Ja, en ik denk als je een chef in huis hebt, dan is het woord drama precies getatoeëerd op je arm. Dus ik vrees er wel een beetje voor. Maar ik hoor jou zeggen dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Misschien. Dat zullen we wel zien, hè. Ik blijf ervoor ijveren in elk geval. Hoe is dat om te spelen? Want ik vermoed dat jullie wel buiten de set goed overeenkomen, maar nu clash het toch wel heel hard, hè? Het is een beetje raar, want we begonnen op den duur echt te voelen dat we echt zo 2 tegen 2, dus Jo en ik tegen Jan en Werner stonden. En dat we zo heel af en toe wel moesten zeggen, want mannetjes, het is maar alsof, hè. Het is echt maar alsof, hè. Dus het was wel heel grappig. Maar buiten de set wordt er niet naar elkaar geroepen? Helemaal niet. Niets dan liefde.